Wat beeld heb jij van Twan Manders? Nou, ik heb heel veel respect voor hem. Wij zijn een aantal jaren terug in Brussel geweest met de ondernemersvereniging. Heb ik met fascinatie naar zijn verhaal geluisterd. En wat mij daarin zo aansprak is dat ik het knap vind dat je op basis van je frustratie, van de dingen die je vindt die beter kunnen gaan, dat je op basis daarvan dit werk doet. Om dingen te willen veranderen. Daar heb ik respect voor.